Ewen loopt hier rond. En Gandalf, die zit hier, staat hier. Hi, man. Ja. Hopie dopie. Hé, Rijka? Ja. Mag jij allemaal, hoor. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is 12:54 en ik ga de diertjes zo even eten geven. Ik heb de poorten lopen en alles en ik ga een bakje koffie maken, want ik zit te wachten op Jack van Cerro, die zal rond 12:45 hier zijn. Ik ben benieuwd, ja, want hij is al 2 keer aan de deur geweest. Nou, ik ben al een ik ga met Rijka lopen. Ja, nou, mag dat? Moet hij maar melden dat hij komt. Ja, maar oké. Okay, weer welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Madame op de bank, die zit de boel daar lekker te vernielen wat ze mag. Dat is een leeg closetrolletje wat ze aan het vernielen is en aan het verkouwen is. En weet ik veel wat ze doet. Ewen loopt hier rond. En Gandalf, die zit hier, staat hier. Hi, man. Het is nat buiten, hè? Ja, het is nat buiten. Er is niks. Ah, nee, echt niet. Het is weer bizar. Ja, maar het waait niet. Ja, oké, de normale wind. Maar het stormt niet. Nee. En daar zijn we ook wel weer blij om. Even stilte voordat Dennis komt. Ja. Maar het maakt er allemaal niet uit. Ik ga lekker een bakje koffie doen en ik ga genieten. En ik heb het vanmiddag druk bij de pc. Want ik moet weer een vlog in elkaar zetten. En morgen is het 14 februari. Voor mij een rotdag. Verdrietige dag. Want 3 jaar geleden leefde mijn man nog. Op dat moment. Toen heeft hij... Die hele grote kaart die er hangt met dat hart erop, heeft hij toen van mij gehad. Op de envelop staat een gedicht, maar ook hier hangt nog een kaartje, dat is een kaartje, en met een love you erop. Nou, die heeft hij er zelf opgehangen, dat is die. Hij heeft hij zelf opgehangen. Dat is het jaar daarvoor al een keer geweest. Dat laat me mooi hangen. Ja, gaat niet weg. Nee, dat was zijn hoek. Hij zat daar met zijn rolstoel. Ja, waar die stoel aan staat. Deze eethoek is groter dan de vorige. En had hij de rolstoel ernaast staan. Want ook de muur is nog, zit beschadiging op van zijn hoofdsteun. Dat zat zo'n beugel, die liep rond. En dan kwam hij wel eens aangereden van buiten. En dan parkeerde hij hem daar. En dan reed hij net iets te ver naar achter. Nou ja, lekker belangrijk. We wouden daar ook op een gegeven moment van dat plastic beschermglas er tegenaan maken. Maar daar zijn we nooit meer naartoe gekomen. Nou ja, die rolstoel die is nou weg. Dus ja, dat. Ja. Helaas. Het is niet anders. Maar ja, doe je eraan. 2 keer niks. Ik kan hem niet terughalen. Als dat kon, deed ik dat meteen. Alle minuut. Ja, had ik hem gelijk weer teruggehaald. Had ik gelijk de ladder opgeklommen. Beneden kom jij. Ik wil je nog niet weg hebben. Maar daar hebben wij niks over te beslissen. Nee, helaas niet. Helaas niet. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet. Wees zelf het zonnetje. Moet ik ook zelf zijn, hè? Diertjes van mij, ja. Jongens, dat de vensterbank. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ja, ga ik ook doen. Tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, mijn bril is wat donker. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Ik ben net weer binnen met Rijka. En ik heb meekleurende glazen in mijn bril en daar komt het van, ja.
Ik zie alles gewoon normaal, maar jullie zien dat niet. Hij wordt vanzelf wel weer lichter. We hebben even een blokje gedaan. En ik wou weer naar huis. Denk je dat zij naar huis zou? Nee, zij trok mij aan de andere kant op. Ik denk, laten we even gaan. Dus ik zei, waar wil je er naartoe? Trok ze me over een brug heen. Oké. Stuk gras aan de andere kant. Maar ja, verder dan ver kan ik niet, want dan zijn ze met de bouw bezig. Ik zei, nou, ik zei, vrouw, je wilt toch echt wel weer terug naar huis, hoor, wat je ook wilt. Nou, en dan staat ze weer in de vensterbank. Ook Jack van Cirelo is geweest. Sandra heeft het ook verkeerd begrepen. Want hij werkt nog maar 3 uur tussen. Ja. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen, hij is geopereerd aan zijn benen. Want ik wist dat hij het aan zijn benen had. Dus daar is hij aan geopereerd en hebben ze iets, weet ik van bovenin, iets losgemaakt. En er zat iets gigantisch verstopt. Nou heeft hij daardoor geen pijn meer, maar nu begint wat anders op te spelen. En ja, zijn spieren, die zeiden eerst van, ja, eerst hoefde ik nooit zoveel te doen en nou moet ik extra werken. Nou krijgt hij verzuring in zijn spieren. Maar hoe meer hij loopt, des te beter dat het weer gaat worden. Dat heb ik ook. Ik heb ook last van mijn spieren, dat die verzuren. Nou ja, oké, gaat wel weer over voor ik een oud kereltje ben en anders maar niet. Ja, toch? Ja. Hé, hey, Ewin, meisje. Die gaat daar, oké, prima. Dus ja, ik moet zo meteen een telefoontje plegen. Dat ga ik als eerste doen en de computer aandoen. En dan moet ik op de computer aan het werk. Dus ik heb nog een hoop te doen, ja. Ik hou jullie uiteraard op de hoogte. Ook komt er een verrassingje aan voor Valentijn vanmorgen. Dat maak ik ook en dat komt als een extra vlog. En mijn neus, want die jeukt. Maar in ieder geval, die ook op de bank, komt al niemand. Nee, gaat er zo staan van, er komt iemand aan. Wat is er dan? Hup, en weer daar. Het gaat zo makkelijk met die. Oh, geweldig ding. Hopie dopie. Hé, Rijka? Ja, mag jij helemaal hoor. Ja, en ik moet nog wat bellen. Ik moet nog een telefoonnummer opzoeken van een instantie. Want er komt er eentje. Ja, die komt een beetje te hangen. Laat maar zeggen. Ja. Maar dat maakt ook niet uit. Nee, ik noem geen naam. Ik trouwens, ik ken ze niet eens niet van aan die lui. Dus ja, maar ik geef ze wel aan. Ja. Ik weet ook niet waar ze wonen. En dat boeit me ook niet, maar ik heb wel wat anders, dat ze het op die manier kunnen achterhalen waar ze wonen. Dus. Maar allemaal komt het goed en ik wens jullie natuurlijk ook alle goeds toe. En er moet in mijn ogen niemand iets strafbaars doen, want die komen er gewoon te hangen. Daarvoor zit ik ook in de buurtpreventie. En je gaat ook niet dieren mishandelen, nee. Heeft het beest een straf verdiend, doe dan met je vinger. Ja, gewoon je wijsvinger, zo op een neus. Is meer dan genoeg. En dat hoef je niet met een voorwerp te doen van leer. Nee. En ook geen slipketting om. Want dat is strafbaar, dat mag niet. Dat mag niet verkocht worden, het wordt nog verkocht. Dus ook alle dierenwinkels. En al die winkelketens wat dierenspullen verkoopt. Jullie mogen geen slipkettings meer verkopen. Zowel niet met die tanden, zowel niet alleen met die ketting. Want doe je dat wel, dan ben jij ook strafbaar. En jij als degene die het koopt, bent ook strafbaar. Want zal ik jou eens dan die ketting omdoen en dan dezelfde manier gaan trekken dan dat jij bij je hond doet, dan weet jij hoe je je hond voelt. Ja, want dat is niet fijn hoor. Nee. Je wordt gewurgd. Nou, lekker dan. Lekker lopen met baardje. Je wordt gelijk gewurgd. Nee. Het is o zo strafbaar. Vroeger hadden wij het ook hoor. Dat durf ik wel te bekennen. Maar we wisten vroeger niet anders. Het wordt niet anders. Die tuigjes die er nou zijn, waren er toen nog niet.
Maar nu wel, maar je hebt ook verschillende soorten tuigjes. Niet alleen qua formaat, van klein naar groot. Nee, je hebt ook anti-trektuigjes. Zoals die Gentle Reader die ik voor Frodo had gekocht. Het lijkt zielig, maar het is gewoon van stof. Het is geen ketting of wat dan ook. Ja, dus koop dan zoiets. Dan ga je ook een trekker tegen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, ga verder genieten. Het is hier, schijnt de zon ook, dus daar ben ik heel blij mee. Het voelt lekker, ja, heerlijk. Het was ook niet echt overdreven koud. Oké, er stond wel weer wat meer wind dan afgelopen nacht. Want afgelopen nacht was het water een spiegeltje. Nu weer golfjes. Dus ja, dat vind ik altijd wel leuk. Dus ik zou zeggen, geniet ze, ga erop uit nu het nog kan. Straks komt Dennis er weer aan, zondag. En dat kan het weer niet. Nee, ja, dan ga je weer dingen uithalen wat je beter niet kan doen, hè. Ik ga het ook proberen hoor, daar niet van. Maar dan kan ik Rijka niet meenemen, want die vliegt zo van mijn booster af. Als ik zelf al niet eraf vlieg. Maar oké. Ik zou zeggen, we spreken elkaar later vandaag wel weer. Tot dan. Ja, lieve vrienden, het is alweer 5 uur geweest op die klok. Ik heb het 4:09. Ja, de computer heeft het 4:08. Dus het kan allemaal wel kloppen. Rijka en Ewin, hè? Lekker aan het donderjagen. Ja. Kwandolf, die loopt ook ergens om mij heen, maar ik weet niet waar. Oh, die zit nou in de keuken. Oké, op mag ook. Ja. De videopad is aan het werk. Ja, die heb ik eindelijk zover dat hij verder de rest kan doen totdat hij klaar is. Daarna kan ik hem naar YouTube brengen. Ik werd een beetje opgehouden. Ik was wel bezig, maar het ging heel erg langzaam. Want je moet je hoofd erbij houden. Maar ik was ook met een lieve vriendin, Sanderien, aan het appen. Ja. Sanderien, dat is een lieve schat. Ik hou heel veel van haar. Ik ken haar al, hoe lang kennen we elkaar, Sanderien? Ik weet dat jij gaat kijken hiernaar, dus jij mag het zeggen. Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval van het prille begin al, ja. En via Ada ook nog, ja. Dus ja, we zullen beleven wat jij daarvan zegt, hoe lang wij elkaar kunnen. Ik moet niezen. Oh, godje dekkie. Ja, dat ben ik. Hé, hey, meisje. Oh, wat worden we zwaar. Oei, joteren. Oh, wat worden we zwaar. Malemeid. Malemeid. Hey, ben je lieverd. Oh, godje. Gosje dikke doosje. Hallo. Daar kijken. Nee, je moet daar kijken. Wie is dat? Is dat Rijka die je daar ziet? Dat zie je zelf. Je moet niet bijten, nee. Kijk, daar zie je zelf. Nee. Ja. Nou, doe maar weer. Hoppala. Ja, en ze kan zo lekker hoog springen. Van de bank vliegt ze naar de keuken en ze vliegt zo dus op de vensterbank, hè? Ja, nou ja, welke hond zie je dat doen? Dat ze zo erop springen. Meestal hebben ze daar een opstapje voor nodig, zoals een stoel of een kruk of wat dan ook. Hé. Laat dat. Maar in ieder geval, dat was even tegen Sanderien. Ja, even tegen Sanderien. Maar oké, lieve vrienden, en ik ga zo meteen, denk ik, ook weer even met Rijka eruit. En ik moet even nog iemand bellen. Dat ga ik eerst doen. Als ik dat heb gedaan, ga ik met Rijka lopen. Als ik dat heb gedaan, dan zal de videopad wel klaar zijn. Dan kan dat naar YouTube toe. En dan moet ik er nog een in elkaar zetten. Ook vanmorgen. Kom er 2. Vanwege Valentijn. En ik moet deze leeg maken.
En ik moet mijn goede mobiel wegmaken, want er staat nog werk op wat van Karen was van afgelopen weekend met Kiara. Ja, dat moet ik nog eraf halen. Dus ja, kopje erbij houden. Ja, druk bezig. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. Doe ik ook met werkzaamheden. Ik heb het druk, zoals jullie het wel merken. En ik hou jullie van alles en nog wat op de hoogte. Want ja, ook dit moet gedaan worden. Want anders krijgen jullie niks te zien. Nee, dus dan kan ik ook niet weg of wat dan ook. Dan enkel met Rijka even lopen. Nou ja, dat zijn allemaal van die stukjes. Die hebben jullie al gezien. Van de zomer weer hoor. Als het prachtig mooi weer is. Dat het allemaal weer mooi en groen is. Dan neem ik jullie weer eens een keer op die rit mee. Komt goed. Ja. Voor nu, tot straks. En, oh ja, en smakelijk eten, bon appetit, hè? Ja, niet vergeten, doorgaan met die banaan. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer 2:42 in de ochtend. Ja, jullie zijn het voor mij al zo langzamerhand gewend. Dat ik niet een van de vroege vogels ben, die naar bed toe gaat rond een uur of 11. Nee, dat wordt bij mij altijd vele malen later. Zoals nu. En ik wens jullie daarom een hele fijne nacht vanaf deze kant. Vanaf Rijka, die zit op de bank. Zit ze. En Ewen, die zit achter de bank op de vensterbank. Allebei weer een bank. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. En mooie dromen. Ook weer gezond uit jullie bed zien te komen. En graag tot over een aantal x uurtjes. Ik zeg doelidokies. Doei doei. Oh ja, en nog wat. Fijne Valentijn. Doei.